ben Lilian de Geus en ik ben Olympisch windsurfster. En ik ga komende zomer naar Japan in Tokio. Voor onze sport moeten we echt heel veel fietsen. Windsurfen is een hele fysieke sport. En we hebben een wedstrijd die duurt iets van 5 dagen. En je wil zo snel mogelijk eigenlijk herstellen gedurende de week. En daarom doen we eigenlijk heel veel fietsen. Om zo fit mogelijk eigenlijk aan de start van de wedstrijd te verschijnen. En ook om zo snel mogelijk te kunnen herstellen na zware dagen op het water. Vooral in de blokken eigenlijk voorafgaand aan het seizoen. Dan zitten we gewoon 3-4 uur op de fiets. En dan zijn we eigenlijk alleen maar aan het fietsen om het seizoen eigenlijk voor te bereiden. Ja, ik fiets heel erg voor mijn lol. Vooral het mountainbiken vind ik echt super gaaf. En je moet elke keer kijken naar de lijnen die je eigenlijk fietst. En ja, dat vind ik zo gaaf daaraan, dat je daar ook nog heel erg bij moet nadenken. En de technische aspecten van de mountainbiken vind ik ook gewoon heel leuk om te doen. Maar het racefietsen vind ik ook gewoon heel leuk. Je bent lekker in de natuur bezig en het is ook nog eens goed voor je sport. Dus het is eigenlijk een win-win situatie. Het leukste vind ik echt een beetje toeren, eigenlijk een rondje doen met z'n allen, vaak met een groepje op de racefiets. Nou, we moeten van ons fysiek trainen altijd op een lage hartslag trainen, omdat op het water zitten we altijd in hele hoge hartslagzones. Maar dan komt aan het einde komt zeker die competitie naar voren en dan worden het sprintjes. Ja. Wie het eerst thuis is of dat soort dingen, dat wordt altijd wel gedaan. Ik kijk wel naar mijn snelheden. Ja, zoals bijvoorbeeld toen we met z'n allen in Lanzarote bijvoorbeeld aan het trainen waren. En dan kijk je later terug op je horloge en dan zie je dan bijvoorbeeld 72 staan en denk je zo. Volgens mij ook wel een paar kommetjes, maar niet de hele track of zo, maar gewoon kleine stukjes. Yeah. Het fietsen geeft wel een soort gevoel van vrijheid, want dat heb je ook op het water. Dat je gewoon vrij bent, lekker van de natuur kan genieten, je omgeving. Je kan het altijd met anderen doen, met maatjes. Dus het is ook nog wel een sociale bezigheid. En ondertussen ben je gewoon heel goed bezig voor je sport.